Yo kijkers van Tunity, mijn naam is Simon, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over de meest gehate spelers in het voetbal ooit. Er zijn natuurlijk heel veel, jullie zullen dat zelf ook al heel veel weten. Ik heb vandaag extra geen Eredivisie / Nederlandse spelers, verder is ook één Nederlandse speler bij besproken. Misschien dat jullie hiervan ook zeggen als jullie deze video heel erg leuk vinden. Meer dan 1500 blauwen hebben ze mogen smashen dat ik ooit een video maak over de meest gehate Eredivisie / Nederlandse spelers ooit. Als jullie willen, doe vooral een blauwpje omhoog, subscribe op Tunity en laten we gewoon maar gauw beginnen. Ben je overigens ook op zoek naar FIFA coins gaan? FIFA coins maar punten naar de voedercode 2 in voor een extra 5% korting bovenop jouw betrouwbaarste aankopen. En ik zou zeggen, let's go! Laten we gewoon beginnen met een hele logische, maar ja, eigenlijk een van de minder erge, want hij kan er zelf niet heel veel aan doen. Het is zoals hij zelf is, namelijk Cristiano Ronaldo. Heel veel mensen mogen hem niet, natuurlijk mogen ook heel veel mensen wel. Ik heb niks tegen Ronaldo zelf, maar omdat hij soms een beetje arrogant is en soms een beetje heel erg egoïstisch is, mogen heel veel mensen Ronaldo niet. Zo zie je bijvoorbeeld bij een 3-0 overwinning van Real Madrid, waar Ronaldo zelf niet heeft gescoord, maar Bale voor een hat-trick heeft gemaakt, vindt Ronaldo dat niet fijn, omdat hij zelf het liefst alle doelpunten zou willen maken binnen het team. Ook is hij bij sommige fotoshoots heel erg arrogant en egoïstisch. Dus je ziet hoe hij op die foto staat. Hij wil eigenlijk laten zien dat hij zelf de beste is en dat hij zelf de beste stijl heeft en de anderen dus niet. Daarom haten veel mensen hem. Ik snap ook wel dat hij zo doet. Ik bedoel, hij heeft weet ik hoeveel geld, super dik huis, weet ik wat allemaal wat hij heeft. Maar nog altijd moet je wel een beetje respect hebben voor de rest. En daarom vinden veel mensen hem dus niet echt, ja, de beste speler van de wereld uiteindelijk. Natuurlijk heeft Ronaldo ook heel veel goede dingen. Zo heeft hij een keer geloof ik een bal tegen een jongen aangeschoten. Die brak zijn arm. Heeft hij daarna naar de wedstrijd naar hem toegegaan en een shirt gegeven. Foto's gemaakt, et cetera. Hij doet ook heel veel goede dingen. Maar toch, als je eenmaal een indruk hebt van iemand en dat is dan negatief, dan wordt dat niet snel veranderd. En daarom heb ik Ronaldo toch in het lijstje gezet. Aangezien ik hem waarschijnlijk anders in de reacties zou hebben zien staan. En ik weet ook wel dat er nou heel veel spelers in de reacties gaan komen. En ook reacties over deze Ronaldo. Nogmaals, dit is mijn mening. Hopelijk zijn jullie het met mij eens. En als er nog andere spelers zijn, dan zijn ze wel in de reacties, jongen. Ja, natuurlijk de volgende wel heel erg logisch. Hij vond zichzelf veel te veel. En weet je, Ronaldo doet egoïsme, maar hij mag dat wel. Maar Mario Balotelli, hij mag het eigenlijk gewoon niet doen. Hij werd zo erg verprutst. En nu bij Nice heeft hij net met een rode kaart gepakt. En hij doet zo ongelooflijk arrogant. Hij vindt dat hij de beste is. Hij speelt een paar goede wedstrijden, dat is wel waar. Maar nog altijd moet je dan door blijven gaan. En zorgen dat je later bij Nice weg kan. En misschien naar een veel betere club toe kan weer. Want je hebt nog een halve carrière zoals voor je staat. Je kan ook veel meer doen. Maar toch, Mario Balotelli, veel mensen mogen hem niet. Ook vanwege zijn arrogantie. En ik denk vooral omdat hij overal zijn kop laat hangen. Maar Manchester City bijvoorbeeld, ja, was gewoon echt pruts. Hij gedroeg zich echt als een klein kind bij Manchester City. En dat was gewoon niet om aan te zien. Vandaar is hij ook meteen uit de BPL gegaan. Daarna naar Liverpool. Die wilde precies hetzelfde. En nu speelt hij dus bij Nice. Maar speelt hij wel redelijk. Ik denk dat zijn gedrag eigenlijk alleen maar een soort van een soort van schild is voor hem. Zodat hij niet zichzelf kan. Omdat hij niet zichzelf kan zijn in de BPL. Omdat hij gewoon niet goed genoeg is in de BPL. Dat denk ik dat het echt is. Want hij heeft helemaal niks goed gedaan in de BPL tot nu toe. Laten we eerlijk zijn. Misschien een paar goede wedstrijden in City. Maar dat was het dan ook. Hij is gewoon niet een speler die het hele seizoen kan volhouden, wat best wel jammer is. En daarom zit hij ook in het rijtje van de meest gehate spelers in voetbal ooit. Volgende speler vind ik heel erg logisch. Real Madrid fans zullen misschien niet met mij eens zijn, namelijk Pepe. Ja, laten we eerlijk zijn, hij is een beetje heel erg agressief soms. Dat is ook eigenlijk de enige reden waarom hij in dit lijstje staat. Heel veel mensen haten hem, omdat hij gewoon sommige acties speelt wat inkomt. En ook, ja, niet omdat hij arrogant is of vind ik voor wat egoïstisch. Maar hij heeft zoveel spelers geblesseerd in zijn carrière, wat eigenlijk gewoon niet kan. Dat is eigenlijk ook de enige reden waarom heel veel mensen Pepe haten. En hij zegt ook dingen tijdens de wedstrijden tegen andere spelers. Zo, ja, hele arrogante dingen denk ik dan. Weet ik eigenlijk niet precies wat ze zeggen. Maar er zijn artikelen dat hij bijvoorbeeld in de wedstrijd van Atletico Madrid tegen Diego Costa is gaan praten en hem helemaal gek is gaan proberen te maken. En heeft hij hem daarna nog een paar keer keihard getackled. En dat is Pepe dus. Dit is wel een grappige speler. Zeker weet ook een hele goede speler. Maar toch vind ik het jammer dat dat soort dingen nog altijd gebeuren. Ook op het niveau van Pepe. Ja, terwijl je eigenlijk gewoon heel professioneel je tegenstander aan zou moeten gaan. Maar goed, dat gebeurt nog niet. Omdat ik eigenlijk zelf niet verwacht. Maar toen ik zo'n actie zag en de dingen die mensen erom schreven, wilde ik hem wel graag in het lijstje zetten. Sergio Busquets. Hij is natuurlijk wel eigenlijk een vrij normaal persoon. Zo komt hij over naar de buitenwereld. Maar je ziet meer spelers in de La Liga voornamelijk. Ik ga niet zeggen spelers van Barcelona. Ze zitten zeker weten ook wel bij andere clubs. Die gewoon letterlijk heel erg toneel spelen op het veld. Doen alsof ze geblesseerd zijn. Maar dan zie je ze gewoon nog altijd een glimlach trekken. En dan wel een vrije trap veroorzaken. Of weet ik, voor de gele kaart voor de tegenstander. En dat is dus eigenlijk al een goed voorbeeld waarom Sergio Busquets in het lijstje staat. Ik bedoel, kijk die foto. Ja, lol.
Dat moet je gewoon niet doen als voetballer zijn, want je weet dat er allemaal camera's op je gericht staan. En als je dan doet alsof je geblesseerd bent, maar ondertussen gaat kijken of de scheidsrechter heeft gefloten, dan kom je niet heel erg goed over bij je tegenstanders en bij je eigen fans. En ja, dit heeft hij een paar keer gedaan, en vandaar dat ik hem in dat lijstje heb staan. Voor de rest, ik denk dat het gewoon een normale speler is op zich. Goed, hij moest wel in dit lijstje komen volgens mij. Ik denk dat iedereen dit verhaal wel kent, namelijk John Terry die een affaire had met de vrouw van een ploeggenoot van hem. Dit is een heel vreemd verhaal. Het is echt waar, ik weet niet of John Terry zelf een vrouw heeft slash had. Maar in ieder geval, hij heeft een affaire gehad met de vrouw van een ploeggenoot bij Chelsea van hem. Speelde bij het Engelse elftal op dat moment. En dit is eigenlijk gewoon meteen de enige reden waarom mensen niet mogen. En ja, natuurlijk begrijp ik dat wel, want het kan gewoon niet wat hij gedaan heeft. Hij heeft ook echt wel zijn meegekregen achteraf. Maar goed, voor de rest is er niet heel veel aan John Terry op te merken, behalve dat hij ook soms een beetje vreemde overtredingen maakt. Het is gewoon niet slim als je met een ploeggenoot iets gaat doen, laten we eerlijk zijn. Voor de rest hebben we ook helemaal geen haat op Terry, maar toch, dat moet je gewoon niet doen. De volgende speler is Zlatan Ibrahimovic. De reden waarom hij in dat lijstje staat is dat hij een keer tegen een journalist heeft gezegd, of tegen iemand die een interview aan hem gaf, tot die Frankrijk een shit country vond. Dus dat hij Frankrijk totaal niks vond. En dat hij eigenlijk ook nooit in het nationale elftal wilde spelen, zeg maar. Dat is misschien ook wel de reden dat hij nu weg is met Paris Saint-Germain. Ja, wel vreemd dat hij dan zo lang nog bij PSG heeft gespeeld. Hij heeft PSG wel natuurlijk omhoog gehaald, maar toch vreemd dat hij dan zoiets zegt. Voor de rest vind ik zelf Zlatan echt een legende. Hij voelt zich misschien wel erg veel, maar bewijst het ook steeds wel weer dat hij zich zoveel mag voelen in principe. Ik bedoel, kijk naar hoe hij bij United speelt. Veel mensen hadden hem eigenlijk al afgeschreven en zeiden van, oh, naar United, dan stopt zijn carrière. Dat gaat hij niet aankunnen. De BPL is een heel ander strijdtoneel dan de andere leagues waarin hij verspeelde vroeger. Maar hij heeft het toch wel eventjes mooi waargemaakt bij United. En hij heeft laten zien dat hij Zlatan is en dat hij beter is dan heel veel andere spitsen in de BPL. En dat vind ik heel erg mooi om te zien. Daar heb ik zeker weten ook heel veel respect voor richting Zlatan Ibrahimovic. Ik hoop dat hij nog veel jaar kan doorvoetballen. Dat hij nog heel veel indruk gaat maken bij Manchester United. Maar goed, ja, ik weet niet hoe lang hij nog gaat voetballen. 3 of 4 jaar, misschien minder. We zullen het zien, jongens. Een geweldige speler. Laten we taal ophouden. En er zitten nog een paar spelers die sowieso in dat lijstje moeten komen. Er zijn een paar Nederlandse, of ja, 2 in principe heb ik in mijn hoofd zitten, 3 misschien zelfs, die ik wel in het lijstje wilde zetten. Die ga ik dan misschien in een andere video bespreken, maar eentje moet sowieso in de video komen. Luis Suarez. Ja, die moet toch hierin zitten, jongens. Luis Suarez is de meest gehate voetballer ooit, zonder enige twijfel. Luis Suarez heeft namelijk natuurlijk zijn acties gemaakt dat hij Chiellini beet, dat hij Ivanovic beet en dat hij Bakal beet. Dat was gewoon, hij heeft al 3 keer iemand gebeten. Het gaat gewoon echt te ver wat hij allemaal gedaan heeft. Voor de rest heeft hij ook nog een keer, WK was dat geloof ik in 2010 als ik het goed heb, een bal met zijn hand extra van de lijn afgehouden. Waardoor vervolgens de penalty die Uruguay tegenkreeg ook nog eens gehouden werd. En ze doorgingen naar de volgende ronde. Dat hij ook een keer gedaan. En dat soort redenen zijn eigenlijk van redenen om heel veel landen Suarez niet mogen. In Nederland is hij ook nog heel erg geliefd. Buiten Ajax om natuurlijk. In Engeland buiten Liverpool mag ook niemand hem. En ja, in Spanje is het wel anders. Heeft hij zijn gedrag verbeterd? Italië mag ook niemand hem natuurlijk. Heel veel mensen mogen Luis Suarez niet. Buiten het feit dat hij heel goed kan voetballen, zijn dit soort dingen gewoon niet heel erg slim om te doen. Je weet dat er heel veel camera's staan. En wat heeft het nou van zin om iemand te bijten? Ik wil, wat heeft het voor een zin, jongens? Gaat je woede eruit als je met je tanden in iemand anders nek zit? Ik denk het niet. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden en of jullie nog andere leuke spelers hebben die misschien in een andere aflevering kan bespreken. Leuke Nederlandse of eerlijke spelers. Easy go. Zet ze dan vooral in de reacties hieronder. Er zijn natuurlijk heel veel Nederlandse spelers die heel erg gehaat worden. Omdat Nederland in het vroeger ook wel heel veel dingen heeft gedaan die eigenlijk gewoon niet kon. Bedenk bijvoorbeeld, ja, Arjen Robben die heel veel zwalbes maakt. Huntelaar, die in de Eredivisie ook wel een beetje gehaat werd, als het ware, omdat heel veel mensen bang voor hem waren. Mark van Bommel, die in iedere wedstrijd wel een gele kaart wist te pakken. Ik geef jullie al een ideetje van wat voor spelers het zouden kunnen zijn in de aflevering, als jullie die graag zouden willen. Ik zou zeggen, omdat het een duimpje omhoog op deze video, subscribe op Twinity en dan zie ik jullie allemaal morgen bij een nieuwe livestream. In het weekend zijn er waarschijnlijk iets minder uploads, daar kan ik niet heel veel aan doen, aangezien het carnaval is. En dat is natuurlijk ook heel erg leuk. En dan heb ik maandag geen livestream, maar dinsdag wel weer. Dus donderdag een nieuwe livestream, dinsdag een nieuwe livestream en dit weekend een aantal video's. En oh ja, nog een heel klein nieuwtje voor de mensen die tot nu toe nog de video afkijken. Jullie zijn sowieso fucking harde legends.
Maar er is best wel luxe gaan op zich. Ik ben namelijk al 4 maanden uitgenodigd door Get Owned om mee te doen met de kwalificatieronde in de Amsterdam Arena. Als ik die win, dan maak ik kans om in het Get Owned Big Mansion te komen. En dan moet ik een week lang samen challenges en dat soort dingen doen met YouTubers als FIFA-Losophia en Jaraski. Die staat er nu toe op de lijst. Ik weet niet wat er nog wel meer is. Wil je nou komen naar Get Owned? Dan wil je komen kijken in de Amsterdam Arena hoe ik de challenges aanga tegen andere mensen. Ga dan vooral naar de site van Get Owned toe en schrijf je in om ook te komen kijken. Het zou heel erg leuk zijn als jij dat ook zou willen kijken. En misschien zie je mij dan ook nog wel. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken en ik zie je allemaal de volgende keer weer terug. Later boys!